Goedemiddag. Marokko is opgeschrikt door een zware aardbeving. Iets ten zuiden van de stad Marrakesh zijn al meer dan 800 doden geteld. De hittegolf in ons land lokt heel wat dagjes toeristen naar de kust. En het WK turnen in Antwerpen moet het zonder Nina der Waal doen. Ze heeft te veel last van een schouderblessure. Welkom. 820 doden. Dat is intussen de trieste balans na een zware aardbeving in Marokko. Gisteravond beefde de aarde met een kracht van 6,8 in het Atlasgebergte. Het epicentrum dat ligt op zo'n 70 kilometer van de stad Marrakesh. De regio van het epicentrum is een afgelegen gebied. Voorlopig komt er dus weinig informatie binnen over mogelijke schade. En de Marokkaanse overheid is dan ook bezorgd dat het aantal slachtoffers nog kan oplopen. Beelden van een bewakingscamera gedeeld op X, het vroegere Twitter, tonen de paniek op het moment van de aardbeving. Het was toen 11 uur in de avond lokale tijd. De aardschok verraste de inwoners van Marrakesh volledig. كنا جالسين عادي حتى كنحسوا بالارض كتزعزع كلشي في الدار كيتحرك ما عرفنا شنو واقع قالت لي ماما هذا الزلزال قلت لها لا ما يمكنش صافي خرجنا كنجريو In Marrakesh, de stad het dichtst bij het epicentrum, liepen heel wat mensen in paniek naar buiten. Omdat ze bang waren voor mogelijke naschokken, kozen ze ervoor om buiten te blijven slapen. Ook buitenlandse toeristen deden dat. De Vlaming Julius Vogeleer logeert op een half uur van Marrakesh en doet zijn verhaal. Een van mijn vrienden zei opeens toch van, het is hier een aardbeving, dus wij veilig gaan staan, er is op het midden van het gras. En dan iedereen was veilig uiteindelijk en hebben we hier in de tent achter ons geslapen. In plaats van in de stenen gebouwen met aardewerken rond, om dat risico toch te vermijden bij naschokken, eventuele naschokken. Hoe groot de schade is, moet nog blijken. Het oude historische centrum van Marrakesh, dat UNESCO werelderfgoed is, is in elk geval geraakt. Vannacht kwam de hulpverlening al op gang. De brandweer en de civiele bescherming zoeken tussen de brokstukken nog naar mogelijke overlevenden en gewonden. Het ziekenhuis van Igil, niet ver van het epicentrum, heeft de handen vol. Ambulances blijven nieuwe slachtoffers binnenbrengen. De omstandigheden zijn moeilijk, want veel wegen zijn geblokkeerd. Dat merkt ook Julius Vogeleer, die naar een dorp in de buurt is geweest. Ik heb ergens een grote toren gezien. Die was afgebrokkeld op auto's beneden, auto verpulverd. De straat die de grote baan met onze locatie verbindt, daar is een elektriciteitspaal gevallen, dus die blokkeert nu heel de straat. Je kunt niet verder via de normale weg doorgaan. We moeten rondrijden. Net omdat de afgelegen dorpjes moeilijk te bereiken zijn, is er nog lang geen duidelijk zicht over hoe groot de omvang van deze ramp is. Ja, wij gaan naar Marrakesh, naar Lotte van den Boogaard. Ja, Lotte, jij woont daar. Hoe heb jij de avond en ook de nacht beleefd? Ja, letterlijk in shock. Het was een verrassing. Ik stond zelf buiten net in een winkeltje op het moment dat de aardbeving gebeurde. En ja, alles begon te trillen. Ik ben gelukkig heel snel bij mijn man en zoon kunnen geraken. Alle elektriciteit was ook uitgevallen, dus het was een heel beangstigend gevoel. Sommige mensen riepen, er was paniek. Maar in de buurt waar ik was, dat was buiten het oude stadsgedeelte, zijn er geen gebouwen neergevallen of zo. Dus was er geen materiële schade. En dan zijn wij weggegaan van ons appartementsgebouw en van enkele andere hoge gebouwen in onze buurt naar een open plein waar wij de nacht hebben doorgebracht. En dat was een slapeloze nacht in mijn geval. Ja, dat kan ik me voorstellen. Komen aardbevingen vaak voor in Marokko, Lotte? Nee, ik woon hier nu bijna 5 jaar en ik heb dit nog nooit meegemaakt. Mijn man is begin de 40 en hij heeft het op zijn 12e meegemaakt, een stevige aardbeving. En de grootste aardbeving ooit was in 1960. Toen zijn er meer dan 10.000 doden gevallen. Meer recent was er in 2004 nog één met 600 doden. Maar ja, nu 2023, deze kracht en het dodenaantal dat al zo hoog oploopt, dat is zeer uitzonderlijk. Iedereen spreekt erover en niemand heeft iets meegemaakt.
gemaakt. Ja, inderdaad. Voorlopig 820 doden, maar dat kan dus nog oplopen. Dat zeg je ook nu. Het gebied waar het epicentrum lag, wat weet je daarover? Wel, dat is de Hoge Atlas. Dat zijn de bergen. En dat is sowieso een gebied wat je al qua communicatiemiddelen moeilijker kan bereiken. Als wij mensen hebben die daar op trektocht zijn, dan kan je die telefonisch ook al heel moeilijk bereiken. Dus we weten uit dat gebied, of ik toch zelf weet uit dat gebied, niet zo heel veel. Enkel dat het meeste aantal doden natuurlijk daar zijn. Hier in het oude stadscentrum, in Marrakesh zelf, ja, zie je het achter mij ook. Daar is een minaret van een moskee bijvoorbeeld naar beneden gekomen. Daar zijn gebouwen ingestort. Hier is het heel duidelijk, maar hier is het voornamelijk. En op dit moment... Het heeft omdat het over cultureel erfgoed gaat. Ja, de verbinding viel even weg, maar blij dat je toch terug bent, Lotte. En laatste vraag, je staat ook in contact met veel Belgen, met landgenoten. Is iedereen die jij kent veilig? Ja, ik heb contact met een aantal reizigersgroepen die hier ook net zijn toegekomen, die gisteravond ook in Marrakesh waren. Die zijn allemaal veilig. En alle Belgen hier in Marokko, die ingeschreven zijn op de ambassade, we hebben ook allemaal een sms gekregen van de Belgische ambassade met een noodnummer daarin. En voor zover ik weet zijn mijn kennissen en vrienden en ook mijn schoonfamilie is iedereen veilig op dit moment. Dat is alvast goed nieuws. Dank je wel, Lotte, voor je verslag daar ter plaatse in Marrakesh. En volgens Buitenlandse Zaken waren er of zijn er op het moment van de aardbeving minstens 630 Belgen in en rond Marrakesh. Het gaat om Belgen die daar wonen of er op doorreis zijn. Op dit moment heeft Buitenlandse Zaken geen weet van slachtoffers, maar de ambassade in Rabat volgt de situatie op de voet. Minister van Buitenlandse Zaken Labib heeft alvast contact gehad met de Marokkaanse autoriteiten. Op X, dat is het vroegere Twitter, betuigt de minister ook haar medeleven. Onze gedachten zijn bij het Marokkaanse volk na de aardbeving van gisteravond. De banden die België en Marokko verenigen worden nog sterker in tijden van beproeving. En we staan klaar om elkaar te helpen. Inderdaad, ons land onderzoekt momenteel welke humanitaire hulp we kunnen bieden en heeft al 5 miljoen euro uitgetrokken en bekijkt ook of BeFast kan worden ingezet. Daarvoor moet er wel eerst een officiële vraag vanuit Marokko komen en dat is voorlopig nog niet het geval. De lokale gemeenschappen in ons land maken zich wel al klaar om hulpacties op te zetten. Het stadsbestuur en de moskee van Vilvoorde bijvoorbeeld bekijken momenteel wat mogelijk is. Heel veel informatie hebben ze nog niet, de Vilvoordse Marokkanen. Sommigen hebben geen familie in het getroffen gebied, anderen zoeken nog contact met familieleden. Je vais appeler ma grand-mère pour savoir ce qui se passe réellement sur le terrain, mais j'ai pas plus de nouvelles que ça. De Vilvoordse moskee Al-Nasser helpt mensen om informatie te vergaren. Hier bij ons in de lokale hebben we nog altijd geen informatie in verband met naasten, wie getroffen is enzovoort. Er is nog veel onduidelijkheid, ja. Maar dat er een hulpactie komt, dat staat zo goed als vast. We zijn nu aan het kijken wat de mogelijkheden zijn. Kunnen we samenwerken lokaal met de gemeente of met de federale overheid om een steunactie op te richten? We werken al samen met de vereniging die ter plaatse al actief zijn, dus in Marokko. En dus is al hoogstwaarschijnlijk zal dat via hen zullen wij dan alles kunnen sturen en organiseren. De moskee heeft ervaring met hulpacties bij vorige rampen. De eerste contacten met het stadsbestuur zijn al gelegd en ook de bevoegde schepen is mee. Wij gaan daar zeker in meestappen. We hebben dat ook in het verleden gedaan, onlangs ook met Turkije. Financiële steun ook. We wachten ook op de Vlaamse overheid en op de federale overheid om te zien wat er van acties gaat gebeuren. En wij sluiten ons zeker daarbij aan. Ik heb zelf een familie vanuit Vilvoorde waar dat de twee zussen hun huis hebben verloren totaal. Dus het is er toch heftig aan toe. Ja, de aardbeving in het Atlasgebergte vlakbij Marrakesh, dat hoorde u net al, was bijzonder krachtig en is gevoeld tot in Portugal en Spanje en zelfs tot in Frankrijk. Het gaat om de zwaarste beving ooit gemeten in Marokko en is dus heel uitzonderlijk.
We bevinden ons hier in Marokko. Dat is niet op de rand tussen twee tektonische platen, maar ook niet zo ver daar vandaan. Dus dat is de Afrikaanse plaat die je hier ziet en de Europese platen. Die bewegen zo'n beetje schuin naar elkaar toe en daardoor treden daar aardbevingen op. Dat is niet abnormaal. Wat wel abnormaal is, is dat het een magnitude 6,8 is. Die is nog nooit opgemeten en had een intensiteit. Dat is dus hoe erg beeft het op het oppervlak van 7,5. En dat is erg. Dan storten gebouwen in, dan is er heel veel schade. Er zijn aanduidingen dat in 1600 ooit een keer, in de jaren 1600 ooit een keer, een vergelijkbare aardbeving zich heeft voortgedaan, veel verder naar het noordoosten. En de enige vorige zware aardbeving, het vermelde waard in die zin, is de aardbeving van Agadir van 1960. En die had eigenlijk een magnitude van 5,8. Dus volledige... 1 magnitudepunt minder. Veel van onze studenten hebben in het midden van vroeg op te staan. En we weten dat ook niet altijd op voorhand of het druk gaat zijn in de ochtend of niet. Dus ja, we kunnen het moeilijk voorspellen. Ja, maar nu zijn het drukke dagen voor de horeca aan zee. Want het warme weer lokt massaal veel mensen naar de kust. Maar de vele cafés en restaurants kampen al langer met personeelstekorten. En zo'n uitzonderlijk druk weekend buiten de vakantiemaanden maakt het er ook niet makkelijker op. Zon, zee en strand. En volle terrassen. Voor de horeca is dit een welgekomen topweekend. Zelfs al vroeg op de ochtend zit het al behoorlijk gezellig vol. Zoals je ziet, wij zijn vanaf dat we de deuren open doen, vol. Mag ik 1 appelkers en 1 koffietje? Maar simpel is het allemaal niet. Want het gebrek aan geschikt personeel blijft de bars en restaurants parten spelen. We hebben veel connecties, veel jongere mensen, vrienden en vriendinnen. Zij kunnen ons een beetje helpen. Maar ik hoor voor veel mensen dat echt een probleem is. Want het is echt, iedereen moet werken, moet naar school gaan. En het is echt moeilijk om personeel te zoeken. Krik wel veel van Liefmans. Vast personeel vinden is heel moeilijk. Wij zijn al maanden op zoek naar een bar- en zaalmedewerker. Maar tot op vandaag is die vacature nog steeds niet ingevuld. Een van de oorzaken, blijkbaar toch nog altijd de naweeën van de coronacrisis. Na de corona hebben heel veel horecapersoneel een andere job moeten zoeken. En zij hebben natuurlijk de 9-to-5-week ontdekt. Niet meer werken 's avonds, niet meer in het weekend. Want uiteindelijk is dat toch wel heel belastend voor gezinsleven. En kan enkel en alleen maar begrijpen natuurlijk. Maar voor ons is dat wel heel jammer. Er zijn veel horecazaken die vroeg sluiten. Ik zal zeggen, ja, als je iets gaat eten en je komt rond een uur of weg, dan zijn er zaken bij die dus het niet meer toelaten dat je binnenkomt. Dat kunnen ze wel s'morgens tot 's avonds kunnen ze niet vallen. Ik denk dat dat daarmee te maken heeft dat ze dus ook personeeltekorten zijn. Dus. Voilà, in orde brengen voor u. Alsjeblieft. Dank je wel. Maar gelukkig zijn er nog de jobstudenten die een tandje bijsteken. Je merkt dat wel, ook van de week, gewoon met een extreem tekort. Dus het was heel erg veel lopen, maar het lukt wel. En voor de inkomsten is dit schitterende weer natuurlijk een voltreffer. Als we vorig jaar september de eerste week vergelijken met september nu dit jaar eigenlijk, ja, dan merken wij toch wel een omzet van toch wel 4 keer zoveel als vorig jaar. Wie vanavond terugkomt van de kust, die houdt best rekening met grote werken op de E40. Ter hoogte van Drongen wordt vannacht een brug afgebroken. Om 9 uur vanavond gaat de snelweg in beide richtingen volledig dicht en dat tot morgen vroeg 9:30. Ook enkele op- en afritten in de buurt worden tijdelijk afgesloten. Het verkeer zal worden omgeleid. En de buurt, wel ja, die houdt ook best rekening met geluidshinder. Vlaams minister Zoual Demir van N-VA vindt dat de regering tijdens de begrotingsonderhandelingen op zoek moet naar extra geld voor de kinderopvang. Dat heeft ze gezegd in het ontbijt op Radio 1. De uitdagingen in de kinderopvang zijn groot volgens Demir. Of er ook extra geld komt, ja, dat wordt een van de belangrijke beslissingen tijdens die begrotingsbesprekingen binnen de Vlaamse regering die nu starten. Vlaams minister van Begroting, Diependalen, temperde deze week de verwachtingen. Maar volgens Demir zijn meer middelen wel degelijk nodig.
Ik zeg gewoon dat er financiële middelen moeten gezocht worden om het probleem van de kinderopvang... Dus er moeten extra middelen vrijgemaakt worden? Ja, ik zeg gewoon dat we moeten kijken van waar dat die financiële middelen moeten komen. Maar tegelijk denk ik ook wel dat je het systeem... Die moeten er wel komen. Ik wil dat eerst even uitklaren. Die moeten er komen, zegt u wel, ja. Ja, ik denk dat je wel moet gaan kijken. Allee, we weten allemaal dat daar op verschillende domeinen nog heel wat uitdagingen zijn. Kinderopvang is een hele belangrijke. Voor één ieder die werkt. Ik vind dat cruciaal dat we onze kinderen kunnen afzetten in de crèche en dat dat op een goede manier kan gebeuren. We weten dat, dat die uitdaging groot is. Het lichaam van de jongeman van 19 die dinsdagmorgen in de Leuvense Vaart komt terechtkwam, is gevonden. Rond 8 uur vanmorgen werd het lichaam door 2 voorbijgangers opgemerkt in het water. Ongeveer op de plaats waar hij dinsdagmorgen rond 5 uur na een avondje stappen in het water was beland. Het gaat ook om een ongeval. Een verder onderzoek van de wetsdokter zal nu meer duidelijkheid moeten brengen hoe hij juist overleden is. Iets anders dan. Er moeten dringend meer middelen en mensen ook komen in de strijd tegen de cybercriminaliteit. Dat zegt onderzoeksrechter Philippe Lindhout, die al jaren strijdt tegen online oplichting. Van Lindhout denkt zelfs aan een regeringscommissaris tegen cybercrime, zoals we ook een drugcommissaris hebben. Hij zegt dat in het kader van een onderzoek van 14 Nieuws naar oplichting op Facebook, waarbij afgelopen zomer nog foto's van actrice en zangeres Karen Dame werden misbruikt. Karen Dame wist van de honderden misleidende advertenties die deze zomer Facebook overspoelde met bewerkte foto's van haar, maar zag ze zelf nog niet allemaal. Oh my god! Samen zijn die misleidende advertenties met Karen deze zomer 7 miljoen keer gezien op Facebook, zo telden we. Maar Leon, ik ben in shock. Een beetje eigenlijk. Omdat ik niet wist dat er zoveel waren. Je ziet er zelf een aantal passeren en er zijn mensen die je dat doorsturen. Maar als ik dit allemaal zie, dan denk ik... Wow, wie houdt zich daar in godsnaam mee bezig? De advertenties zijn een lokmiddel naar een sensationeel nepartikel die dan weer linkt naar investeringswebsites die beloftes maken over grote winsten en snel rijk worden. We laten ons telefoonnummer achter en krijgen na 5 minuten al telefoon. Today we had a promotion which is you're gonna deposit like 200 euros to activate your account and you'll have 50 euros plus as welcoming gift. So tell me sir, what's your address? Can you give me your zip code? Can you give me your date of birth? You are affiliated with Bank. Wekenlang volgen de tientallen telefoontjes elkaar op, van overal ter wereld. Hallo? U bent nu op de markt en er zijn verschillende mensen die een lijst gekocht hebben waar u in fungeert. En soms is dat van Cyprus, soms is dat uit een ander land. Dat kan Zwart-Afrika zijn, dat kan Noord-Afrika zijn. Landen waar, dat men, ja, waar we van weten dat die heel gevoelig zijn voor dit soort van criminaliteit. We gaan do the transaction from our side and the client confirm it from his side, either by a card reader, the bank application or a QR code. Google says that this link is looking suspicious. No. It's just like a link to for you to fill a form with your information and then to pay. Online oplichting is een winstgevende business. 40 miljoen euro buit vorig jaar in ons land alleen al, mogelijk nog veel meer. En dus vraagt onderzoeksrechter Van Lindhout een duidelijk plan, want te veel oplichters komen hier nog mee weg. Ik denk dat de problematiek elke dag nog groeit. Wat we ook zien is bijvoorbeeld dat onze drugsverdachten zich ook diversifieren. En dat de mensen die vandaag bommen en granaten gooien, dat die ook doorhebben dat misschien het verdienmodel wat betreft de cyber, dat voor hen veel interessanter is. Dus misschien is het interessant om naast een drugscommissaris ook een cybercommissaris te hebben om te weten dat we daar geld en middelen in moeten steken om dat te bevechten. Want we hebben te weinig gespecialiseerd politiepersoneel. We zijn overzopt met andere werk. Als u zelf twijfelt aan al die websites, kijk dan eens naar het internetadres. Dat is vaak zo complex dat er een alarmbelletje moet rinkelen. Of google de foto's van Karen eens. Al snel kom je de originele foto's tegen. Duidelijk getruckeerd dus. Dit is van de zogenaamde parachutemoord. Ja. Opletten is dus de boodschap, want er duiken sinds deze week alweer nieuwe advertenties op, nu met bekend gezicht Kat Luijten in de hoofdrol. Ja, en tijdens ons onderzoek naar de oplichting met Karen Dame stelden we ook vast dat oplichters op Telegram heel gericht op zoek gaan naar meisjes met een Vlaams accent. Hallo.
Zij worden gevraagd voor alle soorten oplichting. Berichten via WhatsApp of sms of telefoontjes van de bank. Allemaal met als doel zoveel mogelijk geld van iemands rekening te halen. En de meisjes die kunnen honderden of duizenden euro's verdienen. Meer over al deze vormen van oplichting wel, die kan u lezen op onze website 14nieuws.be of u kan het ook allemaal beluisteren in de podcast Het Uur van de Waarheid. En het sportnieuws, Tess. Ja, jammer genoeg moeten we dat beginnen met slecht nieuws over Nina Derwaal. Ze kan niet deelnemen aan het WK-turnen. Nee, dat is sowieso spijtig. Maar dit jaar dubbel spijtig, want dat WK is in Antwerpen. Maar er is geen Nina Derwaal daar op dat WK dat op 30 september begint. De Olympisch kampioene aan de brug met ongelijke leggers die moet passen door een schouderblessure. Derwaal blesseerde zich gisteren tijdens een training. Bij haar afsprong liep het mis, haar schouder ging uit de kom. Dat ze er niet bij kan zijn op het WK in Antwerpen, noemt Derwaal in een eerste reactie een kinderdroom die uiteenspat. Derwaal had dit jaar al vaker last van blessures. Ze miste het voorjaar al het EK, ook door problemen met haar schouder. En er was nog meer slecht nieuws, want ook Lisa Vale zal er niet bij zijn. Zij heeft klierkoorts. Vale pakte op het voorbije EK nog een bronzen medaille op de sprong. In de Ronde van Spanje krijgen we vandaag opnieuw een loodzware bergrit. En dus opnieuw een zware beproeving voor Remco Evenepoel. Na zijn totale off-day van gisteren. Hij verloor bijna een half uur op zijn concurrenten. Het peloton duikt voor de tweede dag op een rij de Pyreneeën in met een rit van dik 150 kilometer. Starten doen de renners nog in Frankrijk, de finish ligt in Spanje. Onderweg twee beklimmingen buiten categorie en de pittige rit eindigt net als gisteren met een aankomst bergop. De finish ligt op de Puerto de Belagua. Jumbo-Visma kan opnieuw een nummertje opvoeren, maar het is ook uitkijken naar Kian Uytebroeks. Hij werd gisteren heel knap vijfde. Remco Evenepoel, die wil na gisteren misschien wel iets rechtzetten. Heb je intussen voor jezelf al een verklaring voor wat er gisteren is gebeurd? Nee, niet echt. Ik denk gewoon een volledige off-day. Misschien is het een beetje Nee, negatief wil ik het niet zeggen, maar het lange seizoen dat zich opstapelde. Voor hele vele doelen, veel gewerkt. 3 maanden weg voor de Giro, 3 maanden weg voor de Vuelta. Het heeft een beetje zijn tol geëist, denk ik, gisteren. Je kwam voor een klassement, dat valt weg. Hoe moeilijk is het om je dan te motiveren voor het laatste deel van deze Vuelta? En hoe doe je dat? Ja, gisteren was het heel moeilijk. Toch wel veel tranen gelaten, veel zitten twijfelen, maar ik heb goede ploegmaats, goede vrienden rondom mij. Een heel sterke vrouw en familie rondom mij die me blijven steunen, die me blijven motiveren. Dus er zijn nog genoeg kansen om proberen nog een rit bij te pakken. Zowel voor mezelf als voor de ploeg. Dus we gaan er elke dag voor gaan. Gisteravond was er ook al koers. Arnaud Delis sprintte naar de zege in de Grote Prijs van Quebec. Het is voor onze landgenoot zijn eerste overwinning op het hoogste niveau in de World Tour. Dat is straf en de manier waarop maakt het nog straffer. Want Delis zat ver toen de sprint werd aangetrokken. Maar met een indrukwekkende versnelling raakte hij toch nog voorbij alles en iedereen. Het is Thijs Benoot die zich op een paar honderd meter van de finish op kop zet en de sprint aantrekt voor zijn ploegmaat Christophe Laporte. Die lijkt met mannen als Matthew Strong en Mohoric voor de overwinning te gaan strijden tot daar op rechts plots iemand van Lotto Destiny opduikt. Met een enorme inspanning snelt Arnaud Delis voorbij alles en iedereen naar de grootste zege uit zijn carrière. Het was wel assez loin, maar j'avais encore deux équipiers qui ont fait le forcing. Puis je pense je lançais de très loin, mais de derrière j'ai su prendre la vitesse. Delis wint voor Strong en Matthews. De vingers zijn voor zijn overleden ploegmakker Tel de Dekker. Voor Delis, nog altijd maar 21, is het zijn 8e zege van het seizoen. Il manquait encore une grande victoire. Et ici, remporter le Grand Prix de Québec, ouais, je le regarde depuis que je suis tout petit. C'est juste énorme. De Rode Duivels die spelen straks om 3 uur al hun EK-kwalificatiematch in en tegen Azerbeidzjan. Twee namen van de basiself die kennen we al. Romelu Lukaku is de kapitein. Koen Kasteels staat tussen de palen. Azerbeidzjan is op papier een meer dan haalbare kaart. Het staat laatste in de poelen met 1 punt uit 3 matchen. De Rode Duivels zijn op dit moment tweede. Ze willen zo dadelijk winnen om weer op gelijke hoogte met leider Oostenrijk te komen. En voor ons in Baku staat Peter van den Bent al in de buurt van het stadion. Ja, het zijn daar blijkbaar niet de beste omstandigheden om in te voetballen.
Ja, nee, het zijn inderdaad een beetje bijzondere omstandigheden hier in Azerbeidzjan. Zo spelen de Belgen bijvoorbeeld niet in dat prachtige nieuwe Olympische stadion, maar wel hier in de Dalga Arena. In Mardakan is dat, een voorstad van Baku, toch op 3 kwartier rijden van het centrum van Baku. Het is een provinciaal stadion, het heeft 6000 plaatsen en het loopt niet eens vol voor de komst van de Belgen, ook al kosten de goedkoopste tickets maar 3 euro. En het veld bevindt zich inderdaad in een zeer erbarmelijke staat. Interland voetbal onwaardig, eigenlijk zou je kunnen zeggen. En de Belgen hebben de kans gehad om in een ander stadion te gaan voetballen, maar dat wilden ze dan weer niet, omdat het hotel hier vlakbij was. Maar goed, de bondscoach heeft al aangegeven dat er geen excuses zijn om niet te winnen van Azerbeidzjan, nummer 121 in de wereld. En ik zou zeggen, de Spanjaarden hebben hiernaast in Georgië gisteravond het goede voorbeeld gegeven. 1-7 en klaar. Ja, daar kunnen we op hopen. De aftrap die is om 3 uur. Nog wat vroeg voor de definitieve opstelling dus. Maar waar moeten we naar uitkijken bij de duivel straks? Ja, winnen is natuurlijk het allerbelangrijkste. Het blijft tenslotte een kwalificatiewedstrijd. Maar de Belgen zouden bijvoorbeeld wel weer wat meer in de buurt mogen komen van het hoge niveau dat ze haalden in de eerste 2 wedstrijden onder de nieuwe bondscoach tegen Duitsland en Zweden. Dat was in juni niet het geval. En voor het overige zijn er een aantal elementen. Gesteld dat Thibaut Courtois echt beslist om niet meer te voetballen voor de Rode Duivels, willen we in de komende wedstrijden natuurlijk wel zien dat Koen Kasteels een waardig alternatief is. De verdediging met Kastanje, met Faas Vertongen en met Theater zal wellicht dezelfde zijn. Daar verwachten wat meer stabiliteit, wat meer automatisme bijvoorbeeld. Gaat Yuri Tielemans eindelijk de patroon worden op het middenveld of wordt hij overvleugeld door Onana? En dan vooral natuurlijk bij afwezigheid van Kevin De Bruyne. Wie gaat zorgen voor de ideeën en de openingen in de rug van Romelu Lukaku? Hoe gaat de bondscoach dat oplossen? En die jonge, veelbelovende, opwindende talenten als Doku Bakayoko gaan die de komende wedstrijden te beginnen vandaag ook stappen vooruit zetten op het internationale niveau? En tenslotte bijvoorbeeld gaat Luis Openda in de hiërarchie misschien de nummer 2 worden na Romelu Lukaku als diepe spits voor Batshuayi. Dus elementen genoeg om er toch nu vanavond en ook dinsdag tegen Estland interessante wedstrijden van te maken. Dankjewel, Peter. Novak Djokovic heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open tennis. Het wordt al zijn 10e finale daar in New York. In zijn halve finale maakte Djokovic een einde aan de droom van thuisspeler Ben Shelton. De 20-jarige Amerikaan stond voor het eerst in de halve finale van een Grand Slam. Maar tegen Djokovic kon hij niet op. De Serviër haalde het in 3 sets. Zijn tegenstander in de finale wordt de Rus Daniel Medvedev. Hij klopte in zijn halve finale dan weer de Spanjaard Carlos Alcaraz in 4 sets. De finale tussen Djokovic en Medvedev is een heruitgave van die van 2021. Toen won de Rus en pakte hij zijn tot nu toe enige Grand Slam-titel. Het werd een mooie atletiekavond gisteren in Brussel op de Memorial van Damme. Met onder andere Cynthia Bolingo, Sherika Jackson en Mondo Duplantis was er geen gebrek aan absolute atletieksterren. En het publiek kreeg ook een wereldrecord te zien. Op de nieuwe, razendsnelle piste in het stadion liep de Noor Jacob Ingebrigtsen de snelste tijd ooit op de wat ongebruikelijke 2000 meter. Tenor Jacob Ingebrigtsen zorgt voor het hoogtepunt van de avond. Hij valt het wereldrecord aan op de ongebruikelijke 2000 meter dat al bijna een kwart eeuw op naam stond van Hisham El Gerouch. Nu al een staande ovatie voor deze Jacob Ingebrigtsen die het wereldrecord van Hisham El Gerouch van de tabellen gaat lopen. Hier komt hij over de finish. 4:43:13 wereldrecord voor Jacob Ingebrigtsen. Ook een paar anderen komen dichtbij een wereldrecord. Op de 200 meter wordt veel verwacht van de Jamaicaanse Sherika Jackson en zij doet het prima. Jackson klokt in 21 seconden 48 een knappe tijd. Op 1400ste van de legendarische Florence Griffith Joyner in 1988. Dat is overigens een meetingrecord. Net als deze sprong van Mondo Duplantis over 6 meter en 10 in het polstok springen. Met overschot. En dan gaat de lat naar 6 meter 23, de wereldrecordhoogte. Iedereen houdt de adem in. En bij zijn derde poging lukt het bijna. Voor de mooiste Belgische prestatie zorgt Cynthia Bolingo. De nummer 5 op de 400 meter van het afgelopen WK spurt op het einde nog voor beide Nederlandse klaver naar de overwinning. Het is Bolingo! Het staat mooi op je cv, een zege in de Diamond League. Een hele knappe eindsprint was dat van Bolingo. Ja.
En als je straks iets anders wil doen dan in de hitte zitten, kan je naar de Vuelta kijken. 14:15 beginnen we al. Okay, prima. Dankjewel, Thijs. Een groot deel van dit journaal stond in het teken van de aardbeving in Marokko van gisteravond. Daarbij kwamen al zeker 820 mensen om het leven en er vielen ook al honderden gewonden. Het epicentrum lag in het Atlasgebergte op zo'n 70 kilometer van de stad Marrakesh en is moeilijk bereikbaar. Nu, ons land heeft alvast 5 miljoen euro vrijgemaakt voor noodhulp. Zo, bedankt voor het kijken. Mooie namiddag en heel graag tot later. Ik heb ergens een grote toren gezien. Die was afgebrokkeld op auto's beneden. We konden gelsen hier, die het zeker niet zo op de aarde kan zijn. Kulsje van Tarki het herk. Maar van Snoek, ik heb je mama het zin. Wat wel abnormaal is, is dat het een magnitude 6,8 is. Die is nog nooit opgemeten en had een intensiteit, dat is dus hoe erg beeft het op het oppervlak, van 7,5. En dat is erg. Dan storten gebouwen in, dan is er heel veel schade. Ja, nu 2023, deze kracht en het dodenaantal dat al zo hoog oploopt, dat is zeer uitzonderlijk. Iedereen spreekt erover en niemand heeft iets meegemaakt. Elk kwartier wordt interessant met Het Kwartier, de podcast van VRT Nieuws. Elke weekdag vanaf 4 uur in onze app.